Hoe lees ik het PTA? Het PTA staat voor het programma van toetsing en afsluiting. Hierin staat vermeld welke toetsen de leerlingen krijgen voor hun schoolexamen. Rechtsbovenaan staat het schooljaar vermeld. Daaronder om welk leerjaar het gaat, in dit voorbeeld is dat leerjaar 3 en daaronder eventueel de sector en leerweg. Binnen de TL zijn geen verschillende sectoren, vandaar dat daar niks ingevuld staat. Het betreft hier het vak Nederlands. U ziet bovenaan 8 kolommen staan, 8 titels voor de kolommen. De kolom periode geeft aan wanneer leerlingen een bepaalde toets hebben. De kolom code geeft aan onder welke letter het toetscijfer terug te vinden is in magister. Als u hierin kunt kijken, kunt u dus in kolom A van magister het cijfer zien van hoofdstuk 1 wonen. De naam domein verwijst naar de examenonderdelen die leerlingen moeten kennen. Alle examenonderdelen kunt u vinden op www.examenblad.nl. U kunt daarvoor alle vakken, alle domeinen van vakken bekijken. Hier kunt u zien waar de K4 tot en met 8 voor staat. Inhoud. Dit is de inhoud van de toets. Als we kijken naar de eerste rij, gaat het dus over hoofdstuk 1 wonen. De leerling moet dus voor deze toets, voor onderdeel A, hoofdstuk 1 kennen. En zal getoetst worden over lezen, schrijven, informatieverwerking, taal, grammatica en spelling. De kolom hierna geeft aan of het cijfer meetelt voor het schoolexamen. In dit geval is dat ja. De kolom daarna geeft aan of er ook een herkansing mogelijk is. In dit geval is dat nee. Het gewicht voor het schoolexamen geeft aan hoe vaak een cijfer meetelt over alle cijfers. In dit geval telt deze toets 1 keer mee. Bij centraal examen staat nee. Dat betekent dat dit onderdeel niet specifiek terugkomt op het centraal schriftelijk eindexamen aan het einde van klas 4. Wanneer u alle kolommen op deze manier doorleest, zult u zien dat er een compleet programma ontstaat voor het gehele leerjaar. Helemaal onderaan het PTA staat een bepaling gemiddelde cijfer. Dit geeft aan hoe het cijfer voor, in dit geval klas 3, tot stand komt. Alle onderdelen tellen 1 keer mee. We tellen dus alle onderdelen bij elkaar op, delen dat door 9, wat het eindcijfer voor het schoolexamengang was van zaken omtrent het PTA. En de regels tijdens het examen verwijzen wij u graag naar onze website www.stadns.nl. U kunt op de website het algemene examenreglement en het locatiereglement van de Randweg vinden.